Yo, wat up mensen, mijn naam is Dylan, welkom terug bij een nieuwe Pokémon Emerald Randomizer op mijn kanaal. En welkom weer terug in de Pokémon Superweek. Wat is de Pokémon Superweek voor degenen die de hele fucking week al gemist hebben? Van maandag tot en met zondag speel ik alleen maar Pokémon. En dat heb ik ook gedaan, 3 episodes per dag, om 5:30, 6:30 en om 7:30. Woe, en welkom bij episode nummer 12 op de vrijdag. Het is vrijdag, episode nummer 12 komt eraan. En ik ga meteen even een mededeling doen. Ik heb gezegd, ik ga een video maken over hoe je dit gaat downloaden op je PC. Ga ik ook doen. Maar ik heb besloten om te doen aan het einde van de serie. Als de serie afgelopen is. En heel simpel. Hoezo dan pas? Nou, het antwoord is eigenlijk heel makkelijk. Dat is het antwoord ook weer. Oh ja. Omdat ik zeg maar nu een schema heb. Natuurlijk 5:30, 6:30, 7:30. 5:30, 6:30, 7:30. Je hebt die uploads van mijn Pokémon. En als ik daar een extra video bij gooi. Dan klopt dat niet meer natuurlijk. Oh kut, die heb ik nog niet gehad. Nee, dat klopt dat niet meer. Dus daar heb ik gezorgd ervoor dat we dan dus na de serie, als het afgelopen is, ga ik hem gewoon online gooien als extra videootje nog. Dus dat komt dan allemaal goed. Maar voor nu dus, en als je het echt graag wil weten van, ja, maar ik wil het nu weten. Joh, er is iets hè, een site, die is super handig, die heet Google. En die Google, als je daarop typt, Visual Boy Advance. Visual, of visueel, in het Engels, Boy Advance. Dat is heel makkelijk te vinden. Heel goed, dan vind je die, download je hem, super. Daarna zoek je Pokémon Emerald ROM. ROM, R-O-M. Helemaal goed, download je die ook. En dan is het heel makkelijk open en play. Weet je, dus dat is heel simpel. Het is makkelijker dan de meeste altijd denken. Goed, we gaan lekker naar beneden. Want ik heb nu 4 badges. Ik wil voor badge nummer 5 gaan. Ik kan nu in een desert lopen, die is hierboven. Dus misschien is dat de volgende waar ik heen moet. Ik ga jou verpakken, hatsaflats. Eens even kijken, want ik ga weer terug naar mijn oude stadje. Oh god, deze heb ik nog niet gevochten. Nou, gaan we even verslaan. Hoppakee, level 31. Wordt level 32. Helemaal toppie. Maar dan gaan we ondertussen naar beneden toe. Want naar beneden is Stedenpoort City. Vanuit Stedenpoort kan ik in één keer door richting... waar ik heen moet. Dat is namelijk de stad waar mijn vader de gymleader is. Want ik moet zo meteen gym 5 verslaan. En dat is de gym van mijn paps. Oh god. Moet ik het hele stuk naar beneden? Ja, maar hier zijn die bike road. Maar het probleem met die bike road is er heel veel trainers. Daar heb ik echt eventjes geen zin in. Dus dat gaan we niet doen. Dus skip even deze weggetjes. Shifty, die heb ik ook geen zin in. Hup, Mr. Reverse ook niet. Ja jongen, Icy was zo'n god in de vorige video jongen. En de vorige tegen die Flame Badge, tegen Flannery. Woe, kom op. Ah, fuck. Die trainer nog. Oké, watergun. Doe babi, 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 babi. Oh, Electric, shit. Bite. Hij is paralyzed ook nog. Nou, godverdomme. In ieder geval, ik ben weer hier. In Stedenpoort. Toppie. Kunnen twee dingen doen hier. Volgens mij, er zijn twee routes om hier te komen. Oh, ik moet niet eerst zijn. Ik wil even een Pokémon Centrum in. Want ik wil even die paralyzed weg hebben. Dus dat gaan we even regelen. Met spatie dus. Top. En dan gaan we naar beneden fietsen. Want daar is weer die boot. Naar die oude man. Weet je wel, met Pico. Met die Wingo. Juist. Mr. Briny. En dan kunnen we naar... We gaan naar Dewford. Njoop. En van Dewford gaan we naar... Petalburg. Wieuw, Petalburg City moet ik heen. Oké, heel goed. We zijn eigenlijk in Petalburg aangekomen. Vanuit Petalburg wil ik namelijk hier naar rechts toe. Oh, Pokémon. Oeh, Electabuzz. Ik denk dat jullie kijken super blij zijn als ik Electabuzz ga kunnen vangen. Maar die Pokémon is super low level. Fuck it, YOLO. Oh, ik ga het nog niet proberen gewoon, YOLO. Nee. Ik gooi gewoon 3 Great Balls en ik heb een level 4 Electabuzz. Dat betekent wel dat ik hem helemaal moet bijtrainen. Wow, man. Electabuzz heb ik gevangen. Hoe ga ik hem noemen? Yellow. F-L-A-S. Nee. Yellow Star. En waarom Yellow Star? Yellow Star is van League of Legends Fnatic.
Yay, Yellowstar! Wauw, dus het per ongeluk kom ik hem tegen. En dacht, we vangen hem meteen. Dan kan ik hem trainen voor de volgende episode. Dat wordt wel een hele lange trainingssessie. Maar ja, dat doe ik toch niet op camera voor jullie, want dan vinden jullie natuurlijk zo om te zien. Maar jullie zijn allemaal, ja, vervang Sparky. Nou, ik denk dat ik de juiste Pokémon gevonden heb om Sparky te vervangen. Nou, we zijn aangekomen met de badge, die ze natuurlijk wil hebben. Papa, ik ben binnen. Hallo, pap. Wat ik ga doen, ik zet mijn fight Pokémon vooraan, Bruce. Want het is tegen een normal type en daar is fight is daar sterk tegen. Dus wat gaan we doen? Ondertussen trouwens heb ik even een paar dingen kwijt. Er zijn een paar gasten. Die zijn echt super grappig. Die zeggen, ja, die geven echt tips, Pokémon. Sommige mensen geven echt goede tips, denk ik, dankjewel. Maar sommige gasten, dat is zo geinig. Ja, deel, wist je dan dat als jij water Pokémon gebruikt tegen vuur, dat dat super effective is? Van dat soort dingen, van dude, kom op. Ik speel al jaren Pokémon. Ik weet best wel veel. Sommige dingen weet ik niet, dat klopt. Ik kan niet alles weten natuurlijk. Maar ik weet best wel veel. What the fuck? Hoe de fuck is dat elektriciteit aanval? Hoeja! Karate chop die bitch gewoon. Oh, ze leeft nog. What the fuck? En een shockwave. Oh god. Oké, dit wordt dus een moeilijkere gym dan ik had verwacht. Ik dacht dat Bruce die kan het wel aan allemaal. Maar blijkbaar heeft Bruce moeite met deze gym. Jezus, Mary. Dat was even een spittige strijd hoor. Maar ik heb hem verslagen. We gaan erin. Ja, wil je erheen? Helemaal goed. In mijn Pokémon zijn denk ik lager level dan ik had gehoopt. Dus dan moet ik mijn Pokémon van de keer nog even trainen. Maar goed, we gaan eens even kijken. En ondertussen... En ik slok van mijn koffie. Een Slakoth. Wauw, dat zijn coole Pokémon. Zijn evaluatie. Figurot is heel cool. En dan heb je die lelijke. Revenge. Yes, uit het Shadow Ball. Doe damage. Revenge! One shot, critical hit, bitch. Oké, doe Slakoth. Easy peasy. Lemon squeezy. Doe George. Was leuk. Ik moet zeggen, die gasten zijn fucking sterk, hé. Is het de gym die er al? Of volgens mij nog niet. Nee, nog niet. Volgens mij na de gym leader. Ik ga na deze gym trainen. Ga ik even naar buiten. Even het Pokémon Center. Mijn Pokémon healen. En dan ga ik proberen om de gym te verslaan. Yeah. What's up, cool trainer Berkey? Berk, Figuroth. Oké, dit wordt wat spannender. Bruce, revenge. Oké, slash. Blijf leven. Als die nog bleef leven nu... Had ik hem zo hard aan kunnen pakken. Aangezien dan, heel simpel, omdat ik dan een, wat wil ik ook weer zeggen. Die revenge heel veel damage zou doen. Maar ja, psychic! Goed! Oké, focus energy. Hij is getting pumped. Dat betekent, hij wordt sterker. Maar, psychic. Nee! Blijf leven. Oh, joh. Jiraiya, de Jirachi. Jullie waren allemaal kapot. Jullie waren allemaal, ja, vet Jirachi. Jullie waren allemaal blij met Jirachi. Ik ben ook heel blij met Jiraiya. Daar gaat Burk. Holy shit, hij was wel sterk hoor, Jirachi. Goed, ik ga lekker naar beneden. Ik ga mijn Pokémon revealen, dus dat gaan we even op tempo doen. Yo. Ik zal mijn gebied al. En dan ga ik naar hier naartoe. En dan ga ik hierin. En dan heel ik mijn Pokies. Yo, en alsof er niks gebeurd is, gaan we gewoon lekker naar binnen. Die shit moet gebeuren. Oké, tadaa. Die heb ik al gehad. Hey. What the fuck? Moet ik nog een keer vechten tegen haar? Oh, ik ben nog niet bij haar geweest, denk ik dan. Oké, of bij hem, of haar. Het is een chick. Alexia, oké. Een Wigglytuff, oké. Cool. Seismic toss, die bitch. Oké. Oh nee. Hij is verliefd. Nee. Hij is omdat hij verliefd is. Raakt hij hem niet aan. Maar ik sla door mijn verliefdheid heen. En we smacken die bitch gewoon. Oké, doe je Wigglytuff. Dat is leuk. Bruce 606. Maar Bruce 720. Jesus, maar dat betekent dat ik wel weer terug moet. Want die... Trainers, jongen. Oh, nee. Oh, ik weet wat er gebeurt. Shit, ik mag niet de hele tijd healen. Het mag niet. Ik zie het nu pas. Kijk. Kijk, die eerste trainer heb ik verslagen. Dat vinden ze geen probleem. Oh, nee. Ik moet ze weer helemaal opnieuw doen. Eigenlijk, als je wil, kan je je Pokémon hier fucking lang achter elkaar blijven trainen. Dat is wel grappig. Maar goddammit. Het is zelfs een fly Pokémon nu.
Ze beginnen met allemaal lijpere Pokémon te komen. Maar ja, goed, ik heb gelukkig Sparky. Gelukkig Sparky kan namelijk Spark. Spark. Wat, selecticiteit is super effective. Hij niet gewoon shot, though. Nou, Quick Attack. Hij is wel bijna dood met even Sparky. Ik zweer, deze gym wordt fucking moeilijk. Want ze allemaal hoog level hebben. Ik heb mijn Pokémon trainen, denk ik, hiervoor nog. Maar goed, whatever. Doei, Rendal. Oh, man. Het wordt een lastige gym, dit, hoor. Kom op. Ik ga even gewoon dit even skippen. Want Spinda. Kratenchop die gewoon. Kom op. Doe die fucking potion, jongen. Toppertje. Hoppakee, volgende trainer. Gaan we, jongeman. Of jonge dame. Hey. Een Zangoose. Oh, die is wel cool. Swords Dance. Dan gaat ze attack omhoog. Maar, Kratenchop. Oeh, lekkere hit. Oeh. Are you fucking kidding me? Wauw, deze gym, hè. Hey, doe serieus. Ik ben zo meteen weer naar buiten. Deze gym wordt weer zo'n hell gym. De kill, hij slasht me helemaal kapot. Tering, die Sengoose is sterk. Ja, fucking hell. Ik ga nooit meer die gym kunnen verstaan. Ik moet weer naar buiten, jongen. Ik moet echt wat superpotions kopen. Dit wordt echt een... Shit battle. Mijn Pokémon zijn te laag level zijn. Fuck dak. Dit wordt echt heel lastig. Ik ga vanuit de markt in. Volgens mij kan je geen superpotions kopen, hè? Jawel. Gelukkig. Dit wordt dus wat. Ja, ja, ja. Oh, jongen. Deze episode is een en al kutzooi. Oh, ja. Maar ik heb het al gehad. Oké, nu mag het wel, bijvoorbeeld. Oh, jawel. Ik ben nu bij de gymleader. What the fuck? Dat heel niet ineens... Ik snap het niet meer. Maar... Jij, papa. Ik kom je halen. Dat is papa. Dus je hebt 4 badges. Nou, goed. Zoals ik het beloofd heb, we gaan een Pokémon battle houden. Dylan, ik ben niet zo blij. Ik ben zo blij, juist wel, dat ik met mijn eigen gym kan battelen met mijn kind. Maar, een battle is een battle. Ik ga alles aan mijn kracht doen als mijn gymleader om te winnen van je. Dylan, je moet echt je best gaan geven. Geen blub. Ik pak je aan, papi. Leader Norman. Met een Spinda. Level 27. Oh god, Bruce. Oh god, er wordt echt een hele pittige strijd. En ik ben fucking confused. Raak hem, raak hem, raak hem. Boom, lekker. Oeh, lekkere hit ook weer. Nee. Hoezo kan jij op Psybeam? Stomme kut. Broers, raak hem alsjeblieft, alsjeblieft, raak hem. Lekker. Eerst is down. Toppertje. Dat is even een lekkere. Lekker, broers. Figuroth. Figuroth is sterk. Maar wat ik even wil doen is eventjes om op te hangen. Op de lijf leggen, maar dat hij blijft leven. Ik gooi even Hercules erin. Hij heeft 4 Pokémon. Ik ga kijken hoe ver ik kan komen met alleen maar... Ja, Hercules, zeg maar. Oké, niet ver dus. Maar dit is super effective, want het doet amper damage op hem. Nou, wat we gaan doen, ik ga Hercules laten doodgaan. Die gaat nog niet zoveel doen in deze gym. Dus ik gebruik een super potion. Eventjes op Bruce. En dan gaat hij dood. Dat geeft niet. Dan gaan we Bruce weer erin gooien. Bruce, jouw beurt. Wat we gaan doen. Volgens mij is hij best wel zwaar. Dus als het goed is, moet hij best wel veel damage doen. Hut! Haha, critical hit! Bruce! Ja! Bruce, jij fucking god! Oké, Bruce doet lekker, jongens. Ik denk dat Bruce weer moet gaan wisselen. Linoon. We gaan hem weer wisselen. Want ik moet hem sparen, mijn Bruce. Bruce moet echt gespaard worden. Oké, we gaan hem doen meteen back in. Meteen een super potion. Aan Bruce geven. Linoon doet de aanval. Vacate. Oh, doet aardige damage hoor, die Linoon. Holy fucking shit, man. We gaan sparken. Sparken! Au, amper damage. Nou, goed. Verkeerd, het houdt in dat mijn Pokémon dood is. Bruce, we gaan jou weer naar voren schuiven. Bruce, pak ze. Bruce, jouw beurt weer. Oké, slash. Kratenchop! Boom! Oh, zo close. Hij gaat heal gebruiken.
Dat is chill. Dat is, ja, op zich is dat wel oké. Want dat houdt in zijn Hyper Potion. Dan krijgt ze heal terug. Oké, je kan hem gratis hitten één keer. En dan kan ik hem nu nog één keer hitten als ik sneller ben. Oké, Vacate. Hoeveel damage staat dat doen, Bruce? Oké, veel. Maar de Karate Chop maakt hem af. Boom! Dat houdt in dat ik maar één Pokémon tegen me heb. Hoppa. Dat is de sterkste Pokémon, Slaking. Die is super sterk. En om dat te voorkomen, dat ik weer dood ga, gooi ik dus weer mijn Jiraiya erin. Heal ik mijn Bruce weer. Dat ik het de hele tijd gedaan heb. Net om te sparen. En nu weer om te healen. Tegen level, welke level is dat? Oh, level 31. Bruce, die krijgt ineens vol HP erbij. Overleef, juist. Not very effective, hè. En alsnog. Bijna de verkeerde gegeven. Gewoon Bruce vol HP. Slaking is loving around. We gaan één keer een... ook yawn. Dat betekent dat hij mijn Pokémon slaperig maakt. We slapen. Hij slaapt ook. Dat is geen probleem. Wow. Oké, slapen. Oké, hij gaat dood. Tering man, die slaking is wel sterk. Het is not very effective, hè. Alsnog doet hij zoveel damage. Het is echt achterlijk. Oké, Bruce. Hij is sowieso zwaar. Low kick. Boom, hij is fucking zwaar, man. Dat moet veel damage doen, juist. Slaking is dat niks, hè. Oh, godver. Ik dacht, anders had ik hem nu dood gehad. Als hij dit niet gedaan had, was hij dood. Low kick, boom. Kijk maar, als hij dit niet gedaan had, was hij dood geweest. Die heal, die berry. Counter, nee! Ik ga deze battle verliezen, want nu komt Super Potion. Die counter, really bro? Overheat! Oké, dat doet wel veel damage. Maar mijn speed attack is langzaam. Oh god, hij gaat janen. Mijn Pokémon gaat slapen zometeen. Dat houdt in dat hij gaat slapen. Maar nog een keer, overheat! Oh man. Het is wel naar beneden gegaan. We doen het nog één keer. Overheat! De special attack is lager geworden. Het houdt in dat hij niet zoveel damage meer doet. We gaan het blijven doen. En dan valt hij in slaap door die Jan. Oh, Vacate. Ja hoor. Daar gaat hij. Het is toch alleen maar Icy. Icy, jij tegen de wereld. Maar ik zie het niet gebeuren. Maar. Oeh. Loving around. Hij doet Jan. Hij doet Jan. Oké. Dat had eerder dat hij slaapt, bijna. Hij slaapt. Hij doet bite. En ik win. Oh my god. Die slaking is loving around. Dat betekent dat hij wel een beetje aan het rondhangen is. Want het is een luiaard als Pokémon. Hij gaat dood. Icy. Deze battle. Lekker. Norman gaat neer. Ik kan het gewoon niet beloven. Ik kan het niet geloven, deel. Ja, ik ook niet. Oh, ik heb verloren. Je verloor mij. Maar rules are rules. Here, take this. Ik krijg 3100 euro van mijn paps. Dankjewel, paps. I take it. En ik krijg de balance badge. Maar holy shit. Wat zijn die gym battles moeilijk deze serie. Dat komt mijn Pokémon niet genoeg trainen voor die... Ja, maar goed. Oh, man. Tering. En ik krijg een TM van mijn paps. Oh my god, man. Volgens mij slash, denk ik. Vacate. Of burned. Ah, verkeerd betekent dus in als je Pokémon geburnt is paralyzed of poisoned, doet hij extra damage. Die move. Oké, oh, wow. Hey, jij bent Dylan. Ja, dat klopt. Ik moet met je mee. Norman, vind je niet erg? Mag ik Dylan lenen van je? Oké. Dat herinner ik me niet. Volgens mij is dat die paps, die vader van Wally, toch? Dylan, sorry voor ons als je meenemen. Maar Wally is become very healthy. Oké, in ieder geval, je wordt bedankt dat je Wally geholpen heeft. En ik krijg HM3. Oh, dat is surf, denk ik. Gok surf. HM3 in de pocket. De surf. En ik kan alle soorten Pokémon. Oké, allemaal water Pokémon geleden. Maar mensen! En ik ga snel saven. En ik wil je bedanken voor het kijken. Deze episode duurde langer dan ik had verwacht. Maar in ieder geval, mensen, dankjewel voor het kijken. Laat een blauw duimpje achterhoog als je hem awesome vond. Ik vond hem weer een super aflevering. Volgende episode zien we terug met een level 20, ongeveer 25 Electabuzz. Tot de volgende episode. Peace, mensen. Peace.